De data-hub is de plek waar alles samenkomt. We willen mensen verenigen. Ik denk dat als je de zorg van de toekomst wil vormgeven en het ziekenhuis van de toekomst echt goed wil inrichten, dan moet je zorgen dat de dokters, de verpleegkundigen, de IT'ers, de data scientisten, maar ook de patiënten een plek hebben waar ze samen bij elkaar komen, ideeën kunnen uitwisselen en zinvolle toepassingen kunnen ontwikkelen om de toekomst van de zorg te kunnen waarborgen. Voor de IC 2.0 is het ongelooflijk belangrijk dat we eigenlijk altijd een vrij bed hebben. En we hebben nu vooral gezien dat we tekorten hebben aan verpleegkundigen, dat ze uitvallen, dat ze weggaan. En we willen eigenlijk werken aan de toekomst. Hoe kunnen we een hele mooie omgeving creëren waar je met veel plezier kunt werken. En dat we ook altijd dat ene vrije bed hebben voor die patiënt die het nodig heeft. De data-hub is belangrijk omdat het een plek vormt waar iedereen samenkomt. En als je verenigt, dan kan je samen de krachten bundelen en dan kan je de ziekenhuis van de toekomst samen vormgeven. Ja, geweldig. Hier in de Convergence Square een data hub hebben, hè, waar de techniek, de zorgvragen en dan hopelijk ook zeg maar, met de sociaal-economische wetenschappen elkaar ontmoeten om patiëntgerelateerde vragen efficiëntie te gaan krijgen in de gezondheidszorg. Ja, hier draait het echt allemaal om. Dit is convergentie puur zang. Prachtig werk.